Deze jongen, dat is een putdeksel. Eentje die je normaal gewoon in de straat vindt. Maar met deze schaappatroon dacht ik, kun je wel iets gaars van maken. We gaan een lavatafel maken. Dat gaan we doen in combinatie met gebroken glas. Deze gaan we hem kapot slaan, dat je kleine stukken krijgt. LED-verlichting. En dan vul hem helemaal af met epoxy van polyestershop.nl. Dan krijg je een hele vette lavatafel. En dan wordt het nog zwaarder dan hij nou al is. Dus ik zeg, aan de slag. Dit is het resultaat van een paar uurtjes hakken. Ik wil een klein bedankje doen richting Michel Oprij en Van Bijsterveld voor het faciliteren van het glas. Ik heb net de banen vrijgeslepen voor de LED-verlichting, zodat we die in één circuit in de putdeksel kunnen maken en dat die hieronder uit kan komen. De LED-verlichting, die is van leddirect.nl, ik ga hem aanzetten. We zetten een hele mooie set afgestuurd, namelijk een power supply, een controller, de LED-verlichting, aansluitmateriaal en een hele gave afstandsbediening, waar je wel mee miljoen kleuren kunt aansturen. Ja, wij hebben natuurlijk alleen maar de rode nodig. Die gaan we dus hierin maken en daarna gaan we de eerste epoxy laag gieten. Hij ligt lekker op zijn bedje. Ik heb alles afgekeerd. Nu kunnen we echt gaan mixen en gaan gieten, zodat de eerste laag LED-verlichting muurvast zit. Zo, even kijken voor lekkages hebben. Nee, tot nu toe nog niks. De epoxy zacht, die is super, maar we zijn één ding vergeten. En dat is de bovenkant spuiten met zwarte lak. Want met het slijpen van de onderkant is de bovenkant goed beschadigd. Dus we gaan nu de bovenkant aflakken, zodat hij er toppie uitziet. Nu gaan we gieten.
De epoxy is uitgehard, dus totaal 3 kilogram ingegaan. Dus hij is ook weer een stukje zwaarder. We gaan hem nu losmaken. Dan gaan we een nieuwe mal maken. Zodat we de toplaag kunnen gieten, zodat je een mooie, egale laag epoxy hebt. We gaan de toplaag gieten en dat betekent ook dat hij nog zwaarder gaat worden. Hij staat mooi waterpas. Dat hebben we gedaan met wat blokjes, wat balkjes en wat spiezen. Daarnaast hebben we nog wat siliconenkit eromheen gedaan, zodat de werkplaats niet helemaal vol epoxy zit. Dus we gaan gieten. Hier kun je wel de bel mee weghalen. De epoxy is nu het uithouden, dus van deze stalen kettingen gaan de tafelpoten maken. Toplaag heeft een paar dagen kunnen uitharden. Dus we gaan hem nu zeg maar, van de mal afhalen hier op de kleed leggen. En dan kunnen we de onderkant de druppels eraf schuren. Ik ben benieuwd, want dat is echt zwaar. Hij is af. De epoxydruppels zijn eraf geschuurd. Daarna heb ik de elektronica aangesloten. Ik heb de voeding aangesloten aan de controller. De controller weer de LED-verlichting. LED-direct heeft een mooie kabelverbinding gestuurd. Zodat ik deze kroonsteentjes niet meer hoef te gebruiken. Die kan weg. De tafelpoot is klaar. De tafel zelf is klaar. Ik ga deze hierop zetten. En dan zie je het complete pakket.
is helemaal gek geworden. Hij gaat één Amazon giftcard weggeven van 50 of van 100 euro. Omdat ik benieuwd ben of jullie kunnen raden hoeveel dit project in totaal weegt. Nou, de Pudexel die weegt al 54 kilo zelf en niks erin. Ik wil het totaal project weten. Dus inclusief het glas, inclusief de ledverlichting, de epoxy, de bekabeling, de elektronica en de stalen tafelpoot. Laat het even weten in de reacties. Nou, ik wil minimaal 25 reacties en 100 likes. Nou, de persoon die dichtst erbij zit, die krijgt 50 euro. Nou, weet je het exacte getal, dan krijg je dus 100 euro. Dus bijvoorbeeld 60.500, 61.600, dus exact. Laat het even weten in de reacties. Allemaal reageren. Er wordt een winnaar bekendgemaakt op Instagram via een story of via een post. Dus vergeet niet te abonneren. Volg ons even op Instagram. En tot de volgende. Ciao.